Hey, we zijn vandaag hier op Velofolies in Kortrijk, de grootste fietsbeurs van België. Ik heb een perskaart gekregen dankzij Love the Bike, het grootste fietsplatform op Facebook. En ik ben een van hun medewerkers. Ik heb dus mijn digitale persmap al gekregen en mijn bandje. We kunnen de beurs gaan verkennen. Na 11 succesvolle edities hoeft Velofolie nauwelijks nog voorgesteld te worden aan het fietsminnende publiek. Ruim 40.000 bezoekers vonden dit jaar hun weg naar de grootste fietsbeurs van de Benelux. Meer dan 300 exposanten stelden hun nieuwste modellen voor op ruim 40.000 vierkante meter beursoppervlak. Je vindt er dan ook fietsen met hopen. Koersfietsen, mountainbikes, bakfietsen, crossfietsen en hybride fietsen zoals deze Koga Beach Racer. Je kan er ook de top afgemonteerde fietsen bewonderen die de profs onder hun zitvlak krijgen geschoven. Liefhebbers van maatwerk vinden dan weer hun gading bij gespecialiseerde framebouwers. Vooraleer verder te gaan, bekijk ik op het bord van BBB welke tools ik nog ontbreek in mijn gereedschapskoffer en geniet dan van het welkome kopje koffie aangeboden door BBB en Rocket Espresso. Op Velofolie zijn er een aantal nieuwigheden te ontdekken, of een speciale gelimiteerde editie, zoals deze Italia 50, een eerbetoon aan de allereerste overwinning van Merckx in de Giro in 1968. Sommige merken pakken uit met live demo's. En je kan tijdens de beurs ook naar een van de vele workshops gaan om meer te weten te kopen over de meerwaarde van vermogensmeting, een goede fietspositie en de juiste voeding. Cameraman Jordi kwam, zag en at alles op. Deze standhouder had een proefopstelling voor het testen van smeermiddelen, terwijl zijn concurrent een ander publiekslokker had. Je kan het niet vergelijken met het voedingssalon, maar verhongeren ga je hier ook niet doen. Dit ijsje staat trouwens in Jordi's top 3 van beste ijsjes ooit. Een ontmoeting met een van de vedetten behoort ook tot de mogelijkheden van Velofolie. Net zoals de ploegvoorstellingen wordt het door het publiek heel erg gesmaakt. De grote trend waar je absoluut niet kon naast kijken, waren de elektrische fietsen. Je had ze in alle soorten en maten, dus ondanks de eerdere beroering rondom de nummerplaten voor speedpedelecs, zet de verkoop van elektrische fietsen zich gestaag verder. Na de jaarlijkse bevraging bij de Belgische fietsvakhandel blijkt dat het marktaandeel van de elektrische fiets bijna de kaap van 50% inneemt. Er was zelfs een e-testparcours voorzien, zodat geïnteresseerden de fietsen ook zelf konden uittesten. Zin om te mountainbiken kreeg je dan weer na het zien van de stand van Wild Trails. En er was ook een mini-museum om de evolutie van de fiets te ontdekken. Velofolie is vooral een kijkbeurs, geen koopbeurs. Dus heb je na het zien van al de demonstraties, de kledij, helmen, elektronica, nog zin om fietsen te bekijken? Dat kan, want er waren er genoeg. Wil je volgend jaar ook gaan, hou je agenda dan vrij op 18, 19 en 20 januari 2019.